Welkom bij mijn behandeling van het Marcusevangelie. Ik ben toe aan Marcus 15, vers 22. Het is een gedeelte van de geschiedenis van het lijden van Jezus en zijn sterven. Hij wordt door de Romeinse soldaten, de lijfwacht van Pontius Pilatus, naar de plek gebracht waar de executie gaat plaatsvinden. Pilatus heeft het vonnis uitgesproken kennelijk. Jezus is bespot en gemarteld door de soldaten en is nu onderweg. Door uh, Jeruzalem om gekruisigd te worden. Onderweg treffen de soldaten Simo van Sirene, die niets vermoedend van buiten komt en de stad in wil. en dus tegen de stoel inloopt. en waarschijnlijk daarom, denk ik dan, uh, aangewezen werd om de dwarsbalk van Jezus Kruis voor hem te dragen, omdat hij dat niet langer kon. En dan schrijft Marcus in vers 22. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats Betekent. Dat is blijkbaar de executieplaats. En wat er vervolgens met Simon van Sirene gebeurt, dat vermeldt Marcus niet en de andere drie evangelisten ook niet. Dus dat blijft in die zin onbekend, maar een intrigerend stukje geschiedenis is het wel. Ze brengen Jezus daarheen. Volgens sommigen kun je beter vertalen met ze slepen hem daarheen. Dat is misschien wat. ...te cru voor het werkwoord dat gebruikt wordt... ...maar aan de andere kant beschrijft Josephus... ...van een uh, opstandelingenleider uit Israël... ...Simon Bagiora, die in Rome gekruisigd gaat worden... ...dat hij inderdaad gesleept werd door zijn bewakers... ...die hem ondertijd ook nog voortdurend sloegen. Dus helemaal onmogelijk is dat niet... ...en het laat misschien ook wel... ...doet recht aan de lichamelijke uh, uh, conditie van Jezus... ...die inmiddels een geesteling ondergaan heeft... Uh, ...waar op zich al dodelijk kon zijn... In elk geval, hoe dan ook, er, er spreekt geen respect meer uit voor het lichamelijke bestaan van degene die veroordeeld is. Dat is, en daar moet ik heel duidelijk wezen, deze man heeft geen toekomst meer in de ogen van de soldaten. Hij gaat uh, gekruisigd worden en zal daaraan sterven. Daar kan geen twijfel over zijn. En zo brengen ze of slepen ze Jezus naar Golgotha. Waarschijnlijk niet een heel lange weg ervan uitgaande. Dat het pretorium inderdaad het paleis van Herodes de Grote was. En dat ligt aan de, aan de westkant van het Tempelplein, het Tempelcomplex, en tegen de toenmalige oude muur aan. En de plek waar ze me naartoe brengen lag een eindje verderop naar het noorden, eh, precies buiten die muur. En dat was ook de bedoeling. Na Golgotha. Eh, in het Aramees heet die plaats Galgata, in het Hebreeuws Golgolet. Het zijn ja, verschillende namen, maar het heeft te maken met verschillende plaatsen. En dat heeft allemaal met het woord schedel te maken. En er is een oude overlevering, die ik ook heb horen vertellen door de gidsen in Jeruzalem, dat dit de plek is waar men van oudsher van denkt dat de schedel van Adam daar begraven is. Als je in de Heilige Grafkerk komt, is het onmiddellijk rechts. Daar is inderdaad een soort kapel, maar daarachter een, een nis. In de rots een uitgehakte nis. Daar ligt ook een schedel. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Het was toch vermoedelijk niet van Adam, maar dat weet ik niet. In elk geval, dat is de plek die nog steeds te bezichtigen valt. Ik zeg beneden maar, ook even iets over de graftuin, waar heel veel pelgrims naartoe gaan. Ik ben daar zelf ook een paar keer geweest. Een zeer indrukwekkende plek, een prachtige plaats om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus en bij zijn opstanding met een uh, graf erin. Ik, ik zeg er later misschien nog wat meer over. Uh, als je dan uh, aan de rechterkant van die graftuin kijkt, dan zie je daar een heuvel die op een schedel lijkt. En dat bracht een uh, onderzoeker een, uh, ruim 100 jaar geleden naartoe om te denken dat dat misschien wel de plaats van uh, Golgotha zou zijn. Nou... Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is wel onwaarschijnlijk. De heilige grafkerk is, heeft de beste papieren als het gaat om de plek waar Jezus uh, en gekruisigd is en begraven is. In elk geval. Het is een executieplaats. En volgens de Joodse wet, gegeven door God, moet degene die geëxecuteerd wordt, buiten de stad dat uh, ondergaan. De Romeinen hadden daar zo ook hun praktische regels voor. En hadden ook het gebruik om hem aan de openbare weg te doen. Want dan kon iedereen zien wat er gebeurde met opstandelingen en weggelopen slaven. Stephanus werd ook buiten de stad gestenigd trouwens. Handelingen 7, vers 58 kun je terugvinden in het boek Handelingen. De eerste matela van de jonge kerk van Jezus. En dan schrijft Marcus er een bijzinnetje bij. Hij schrijft erbij, achter het woord Golgotha, wat in onze, plaats, in onze taal schedelplaats betekent. Er is nog een naam voor, Calvary, voor sommigen ook wel bekend. In het Engels, in het Amerikaans ook wel vaak gebruikt, Calvary. Dat is uit, de, uit een oude Latijnse vertaling, de Vulgata, waarin deze zin van Marcus vertaald wordt met kort est interpretatum Calvarie locus. Calvarië betekent de plaats van de schedel. Locus is plaats. en Calvarië verwijst dan naar de schedel. Daar kom ik zo nog even op terug. Eerst even over dat wij meestal het hebben over de heuvelgogelta. Uh, het bijzondere doet zich voor dat in geen van de vier evangeliën letterlijk het woord heuvel gebruikt wordt. Het is pas in de vierde of in de vijfde eeuw dat er pelgrims de plek die ze dan bezoeken een uh, heuveltje noemen, of een bergje. Uh, maar daarvoor, in de evangelieën en ook in de handelingen, komt het woord uh, heuvel er niet in voor. Ondanks het feit dat het een uh, zeer gewaardeerd lied uit de Johannes de Heerbundel is. Die ook de te heden ten dagen nog vaak uh, met overtuiging gezongen wordt. En daar is ook niks op tegen. Op die heuvel daar gins bedoel ik. Uh, het wordt alleen maar de plaats genoemd. Waarschijnlijk wel een verhoging. Omdat het wat beter te zien was. Maar je hoeft je er waarschijnlijk niet bij voor te stellen dat het echt een hoge heuvel was. Een plek die schedel heet. Uh, waarom noemt Marcus dat? Zou je kunnen zeggen. En andere evangelisten ook. Ze zeggen het alle vier. Een plek die schedel heet. Nou ja, iets heb ik al genoemd. Omdat de oude overlevering zegt dat het de plek is waar de schedel van Adam begraven was. Of Vanwege de vorm misschien van het heuveltje. zou kunnen. Een kalkkopje noemde iemand het een keer. Uh, de plek waar de kruisen op neergezet worden. Niet zomaar in de grond, maar in de rots. Misschien ook wel omdat het een executieplek is bij uitstek, omdat het vaker gebruikt is en er dus vaker uh, doden uh, te zien waren. Misschien ook wel vanwege het feit dat er in de buurt ook begraven werd. De meest waarschijnlijke uitleg als het gaat om de motieven van Marcus is dat hij deze nuance uh, wel de lezers wil voorhouden. Een, een sinistere nuance, een nuance die naar een duister iets verwijst, namelijk naar de dood. Dit is niet iets om voorbij te laten gaan. Dit is de plek van de schedel. De plek waar alle menselijke leven eindigt. En waar het teruggebracht wordt, het leven van de mens, en het lichamelijke bestaan van de mens, moet ik vooral zeggen. Tot op een, alleen maar het kale bod. Het kale gebeente van een schedel. Zover gaat Jezus weg tot in de dood. En hij wordt op die plek die schedel heet. Uh, doodgemarteld. Dat komt in de komende versen, komt dat langs, en is veelzeggend en buitengewoon krachtig, zelfs in de sobere verwoording van Marcus. Tot zover eerst. Mogelijk tot ziens. In elk geval, God zegen toegewenst.